Welkom bij de videotutorial voor Ecosim, de zonnebaars ellende. Om te beginnen klikken we op Start New Game. Klikken we deel 1 aan. Vullen we een naam in en klikken we op Continue. Kies een save game slot, dit is zodat je het spel later kan opslaan. Elke module van Ecosim begint met een kleine introductie. Deze sla ik even snel over. En een stukje context. In dit geval gaat het over de Amerikaanse killervis die de inheemse fauna afslacht. Deze module van Ecosim begint met een aantal vragen. De antwoorden op de vragen kunnen worden gevonden in de bibliotheek onder deze verschillende koppen. Wanneer de leerlingen klaar zijn met de vragen, wordt ze verzocht het gebied eens te bekijken. Hier zien we drie vennen met daarin een populatie knoflookpadden. Als alles bekeken is en de bibliotheek is doorgelezen, gaan we naar het volgende jaar. Vervolgens wordt de leerling gevraagd om een hypothese op te stellen met betrekking tot de populatie van de knoflookpadden. In de bibliotheek is te lezen dat ven 1 en 2 aan elkaar zijn verbonden en dat er in ven 1 zonnebaarsen worden uitgezet. Deze zonnebaarsen zijn predators voor de knoflookpad en die zullen deze dus opeten. De leerlingen vullen hun hypothese in met betrekking tot het stijgen of dalen of gelijk blijven van de knoflookpad en of dit exponentieel, schommelend of lineair is. Wanneer de leerlingen een hypothese hebben opgesteld, kunnen ze met deze knoppen 10 jaar verder gaan om vervolgens de resultaten te bekijken. We gaan hiervoor naar Graph Editor, Show Functions, Select All en we klikken op Generate. We zien hier een grafiek van de populaties van de knoflookpadden in verschillende vennen. Klik eventueel op Show Values om de getallen te laten zien. We kunnen in deze grafieken dus precies zien wanneer de zonnebaarsen zijn geïntroduceerd en wanneer deze zijn begonnen met het opeten van de knoflookpadden. We kunnen eventueel deze grafiek exporteren door op Save te klikken. Klik vervolgens nogmaals op Volgend jaar. We krijgen een nieuw scherm. Dit scherm zien we nogmaals de hypotheses die de leerlingen hebben opgesteld. En een laatste vraag die ze hier kunnen invullen. Wanneer ze dit gedaan hebben, kunnen ze op Save klikken om hun bestand op te slaan. En op Continue om de module af te sluiten. Dit was het einde van deel 1. Dan gaan we nu verder met deel 2. We starten opnieuw een nieuw spel en kiezen ditmaal voor Zonnebaars Ellende deel 2. Wederom krijgen we een stukje context en wordt de leerling opnieuw gevraagd om een nieuwe hypothese op te stellen. In dit deel kijken we niet alleen naar de populatie knoflookpadden, maar ook naar de relatie van de zonnebaars die is uitgezet. Wederom gaan we naar het volgende jaar. En kunnen we een grafiek laten zien. Dit keer klikken we op knoflookpad ven 1, select all. En op zonnebaars ven 1, select all. En we klikken op generate. We krijgen dus wederom een grafiek te zien, en dit keer alleen van ven 1. En we zien het verschil tussen de populatie knoflookpad en de populatie zonnebaarsen. Wanneer we alle grafieken hebben bekeken, gaan we verder naar het volgende jaar. Dan krijgen we wederom de vraag of de hypothese is bevestigd. Vervolgens starten we met het laatste deel van de module, zonnebaars ellende deel 3. In deze module is het de bedoeling dat de leerlingen aan de slag gaan om te zorgen dat de knoflookpadden niet worden opgegeten door de zonnebaarsen. Er worden een aantal soorten maatregelen gegeven en het is aan de leerlingen om te beslissen welke
functioneel zullen zijn, welke niet zullen werken, en om dit op een logische manier uit te vinden. De leerlingen kunnen het spel zo vaak mogelijk herhalen en verschillende combinaties uitproberen. De uitvoerbare acties zijn hier te vinden onder Actions. In dit geval gaan we visnetten plaatsen. Deze plaatsen we in Ven 1, in 2 en in 3. En we zien dat ons budget met 9000 euro wordt verhoogd. Het is in deze module niet mogelijk om in het rood te komen staan. Dat is meteen een game over. Klikken vervolgens op een jaar verder. En in dit deel van de module zal elke keer dat ik op de knop klik, één jaar verder gaan. Om de tussenstand te bekijken kunnen we opnieuw een grafiek uitdraaien. We klikken hier op Select All en op Generate. En we zien dat de knoflookpadden het nog redelijk aardig doen. De zonnebaarsen blijven op een redelijk vergelijkbaar niveau. Die stijgen dus ook niet heel erg. Dus de visnetten schijnen te werken. We moeten wel echter op ons budget letten. We zien hier dat het elk jaar 9000 euro kost om de visnetten uit te zetten. We hebben nog 18.000 euro in ons budget om in plaats van de visnetten de snoeken te gaan uitzetten. Dit is een veel duurzame oplossing. En tegelijkertijd ook veel goedkoper. Ik zie dat ik iets te veel heb geselecteerd. Dus met behulp van Shift haal ik een aantal weg. We kunnen nog één jaar vooruit. Inmiddels hebben we opnieuw wat geld verdiend. Dus de visnetten zijn wederom een optie. En gaan nogmaals 2 jaar verder. Nu geeft Ecosim aan dat er nog 1 jaar verder gegaan kan worden. En dat er 10 jaar erop zitten. Na die 10 jaar kunnen we dus ons eindrapport opstellen. Wederom bij Graph, Select All en Generate. We zien dat helaas bij de eerste Ven de knoflookpadden erg zijn gedaald. Maar dat bij Ven 2 en 3 de knoflookpadden relatief gelijk zijn gebleven. Nogmaals een laatste keer na het volgende jaar. De leerlingen kunnen hier hun bevindingen schrijven. Deze kunnen ook worden opgeslagen op de computer. En als men op continue drukt, is het spel ten einde. Een aantal methodes zullen beter werken voor het beschermen van de padden dan de andere. Het is aan de leerlingen om erachter te komen welke maatregelen efficiënt zijn en welke niet.